Yo mensen, vandaag spelen we Medieval 2 Total War, een oud spel van 2009 of zo. Maar het is nog leuk. En we gaan zo'n gevecht doen tussen Frankrijk en Engeland. Dat is altijd wel grappig. Escape. Fucking raar. Graphics zijn niet al te man. Single player. Custom battle. Ja, last man standing. Midday. Nee. Midday. Medium. All periods. En dan gaan we... Ja, deze map is wel mooi, maar... typische Frans map. Ja. Dit ziet er wel oké uit. Maar het lijkt meer op iets Spaans, maar boeien. Ah, oh shit. Nee, wat. Oké. Dus ik ben Frankrijk. De CPU is Engeland. Ik heb allebei super veel geld. Zo, next. Ik ga zijn team een keer maken zie. Wat zou de Engelsen veel gebruiken? Zo'n boogschutters wel. Ik denk wel zo'n speerman. En ja, zo'n paard. Een paar van de sterke paarden natuurlijk. Geen kanonnen, nee. We gaan geen kanon battle doen. Ze mogen één of twee groepjes gunners hebben. Een paar boogschutters, zo. Voor de rest, zwaarte mannetjes, hè. Oké. Mijn team. Allemaal zo, hè, natuurlijk. Redelijk. En een paar gunners. En starten. Nu moeten we ons leger wel nog opstellen. Want ja, hoe gaat dat nu eenmaal? Het is een praktisch spel, dus we moeten ons leger opstellen. Hè. Dus... kunnen we zo rondkijken en zo, en hier staat ons leger. Ik vind dat de paarden nog niet goed staan. Paarden moeten van achter staan.
Waar de fuck is mijn cavalerine? Oh, oh, wat doet die daar? Oh, sukkels, wat doet die daar? Wauw. Zo. Wij gaan een keer rampagen, hè. We gaan met aarde. Hier. Naartoe. Nee, groepje doen, nee. Hoe doe je dat ook alweer? Ah, zo. Loopt. Stop eens met rennen, zeg. Ben weer op. Schiet me. Cirkels gaan lopen ook. Die Mongols, Mongolpaarden. Oh. Oh ja, die mag daar blijven staan. Ja. Attaque, bitches. Mijn paarden gaan allemaal dood. Ik ga ervoor zo verliefd omdat ik zo'n noob ben. Wat een sukkel. Kijk die dan lopen. Die gaan verliezen, denk ik, die van hem.
Bij de generaal, denk ik. Die loopt ernaast. Toen die Mongols, die moeten hier blijven. Gelukkig staat mijn generaal hier, hè, met zijn speciale pak hier. Ja, dat is de generaal, ja. Duidelijk. Met zijn grijze pak hier. Met zijn full armor. Oh shit. Hij gaat denk ik niet snel dood. Dit is een gelijk gewonnen. Shit, er komt nog wat aan, jongen. Lopen paarden! The enemy is badly blotted. They have lost half their men. En nu die dood. Rennen. Ja, ren maar, boogschutters. Ren maar. Ren de map maar uit. The battle is very much in our favor. If we win, the spookshooter is here. Die lopen de hele tijd heen en weer. Aan sukkels. What the fuck? What the fuck? Poepie. Poepie leider van die groep. Ja, nu lopen ze weg. Ja, mieten. Ja, ze laat ze maar weglopen. Wat een sukkels die. Oh, ik ga het een beetje upspeeden hoor. Die zijn helemaal aan het spacen, jongen. Die
zichzelf gewoon uit. Oké, zie je, die putten zichzelf gewoon uit en dan gaan ze vluchten. Wat gebeurt hier? Het is een echt gestoord, die mensen, die lampbomen. Die zijn echt gestoord. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Al rap gedaan zijn hier, hoor. God, the enemy flees the battle. Run down those worthless peasants. Waardeloze boeren, jongen. Worthless peasants. All of Christendom will be awed by our victory here. We zijn ze allemaal dood, jongen. Dat was de battle voor vandaag, mensen.